Vandaag Vaderdag. Degenen die hun vaders nog hebben, een fijne Vaderdag toegewenst. Degenen die hun man nog hebben en ook kinderen, ook jullie een fijne Vaderdag toegewenst. Rebecca is niet geweest, want die is echt heel goed verkouden. Ja, dan mag ze niet werken. Dat zou ook woensdag beter te zijn en dan komt ze woensdag en vrijdag. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag weer een zondag, 21 juni. Het is de langste dag van het jaar. Maar het ziet er niet naar uit met deze bewolking hier. En toch was het ook wel 23 graden. Tenminste, dat ik net op mijn telefoon keek, was 23 graden buiten. Binnen weet ik niet, want de toon heb ik Karin anders ingesteld. Daar moet ik eerst op klikken. Voordat ik iets kan zien. Want hij is nou donker. Ja, dat is zo even. Kijk. Ja. 24 graden in huis. Ja, helemaal mooi. Lekker warm. Dus ja, ik ga lekker met Rijka weer lopen. Even een blokje om. En ik heb weer genoeg te doen na gisteren. Ja, en ik moet weer ook zien te renderen en alles. Ik heb nog zoveel te doen. Ja, want morgenmiddag komt Rebecca. Morgenavond zal Ruud komen voor mijn verjaardag. Want ik ken dinsdag niet. Nou, hallo. Hij spreekt wel af, weet je. Hij moet, als er een andere afspraak erbij komt, moet hij gewoon zeggen, ja, sorry. Ik ben niet thuis de middag. Je kunt 's morgens komen of de dag erop. Maar 's middags ben ik niet thuis. Punt. Maar dat kan hij niet. Nee. Maar hij kan wel mij weer verzetten. Ja, kom maandagavond. Want van de woningbouw komen ze langs om de deuren te doen. Nou ja, hallo. Kom je 's morgens? Ik moet 's middags weg. Als je niet klaar komt, kom je de volgende dag maar weer. Punt. Ja. Ook jouw dingen gaan door. Ja toch, vind ik van wel. Maar dat zal hij misschien wel tegen een instantie niet durven, maar ik wel. Ja, dat... Maar in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken. En dan dinsdag ga ik denk ik de hele dag weer schieten. Dan moet ik er ook bij tijd eruit, want ja, je wilt netjes hebben, je wilt zelf netjes gekleed zijn. Doe ik dezelfde kleding dan ik gisteren aan had aan, omdat dat heb ik een speciaal gekocht voor mijn verjaardag. En morgen gewoon, dat doe ik morgen niet aan, want er wordt ook morgen weer gewerkt, etcetera. Dus, maar in ieder geval, Rijka ligt op de bank. Ewen die zit op de rollator en Kandaf is buiten. Die zal straks als die ons al ziet lopen, wel meegaan en misschien ook wel niet. Want hij gaat ook nog een stukje mee en dat gebeurt op de gracht wat er niet zint en dan vliegt hij weer terug. Nou ja, oké, wat jij wil hoor. Ja, je moet niks. Nee, je mag. Ja, toch. Maar oké, lieve vrienden. Ik wens jullie natuurlijk wel een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. En ik wens jullie alle goeds, veel liefde, een hoop zonneschijn. Het is vandaag Vaderdag. Degene die hun vaders nog hebben, een fijne Vaderdag toegewenst. Degene die hun man nog hebben en ook kinderen, ook jullie een fijne Vaderdag toegewenst. En degene die een vader in de hemel hebben, nou ja, wens van mij in ieder geval daar in de hemel ook heel veel plezier. Samen met mijn mannetje zal dat wel lukken, denk ik, daarboven. En voor nu zeg ik tot strakjes maar weer. Tot dan, doei! Ja, lieve vrienden, een hele goede middag! Ja, het is vandaag alweer maandag. En wel te verstaan, 22 juni. En nee, de klok heeft net 1 uur geslagen, maar ik heb er 2 minuten overheen. Dus knap op tijd. Rebecca is niet geweest, want die is
echt heel goed verkouden. Ja, dan mag ze niet werken. Dat zou hoop woensdag beter te zijn. En dan komt ze woensdag en vrijdag zo niet. Ja, dan zal ze de werk ook moeten bellen. Want ik heb toch wel hulp nodig. Ja. Maar ja, dat voor nu, ja, dat kan ermee door. Maar ik kom toch nog mee. Dan komt vandaag te zitten, dan komt morgen te zitten. Dus ja, maar in ieder geval, mijn huis is toch verder wel aardig schoon en netjes. En dan staat ik wel een beetje anders, ja. En dat komt nog meer bij. Ik ga vanavond visite, Rutie komt. Nou ja, dat zien we wel. Ik zal even een kopje met de hand afwassen, want dan drinkt hij ook koffie uit. En dan moet ik hem vanavond ook weer met de hand afwassen wanneer die weer weg is. Want morgen moet ik hem ook weer gebruiken voor mijn zwager, want die gebruikt hem ook. En als Jan Pander komt, die gebruikt hem ook meestal, maar die kan nou een ander kopje krijgen, ja. Die kan zijn eigen kopje krijgen, want één persoon, die komt nooit meer. Nee, die heeft mijn huisje verbannen. En dat kopje was altijd van mijn mannetje geweest en ook in... Hij eruit drinken, Jan van Dam, maar die komt toch niet, die verwacht ik niet, nee. Anders had hij wel geweest, want die moet ook werken door de week, dus ja. Maar oké, okay, maakt allemaal niet uit. Dat heeft met deze achtelijke gedoe wat er nu bezig is. Heel veel zijn bang. Heleboel zijn ja, half om half. Niet voor zichzelf bang, maar de medemensen. Ja. Maar oké, okay, en ja, het is ook moeilijk voor mensen die zelf iets mankeren qua lichamelijke capaciteiten en inwendig. Dat ze dan tussen mensen moeten zitten op anderhalf meter afstand, kapjes voort. Het is zo'n raar gezicht. Ik schiet ook in de lach hoor. Ik vind het ja, te achtelijk voor woorden, laat maar zeggen. Want het is nergens voor nodig. Nee. Helemaal niet nodig. Want ik bedoel, ben je verkouden? Is ook besmettelijk. Gewoon een normale verkoudheid. Het is besmettelijk. Maar normaal ga je naar school toe of naar je werk toe. Je krijgt visite of je gaat op visite terwijl je verkouden bent. Kan je ook de andere aansteken? Hou je dan ook anderhalve meter ruimte? Nee, dat hebben we nooit gedaan. Met een griep. Als er iemand bij jou op ziekenbezoek kwam. Of je hebt geen koorts en je gaat gewoon je boodschappen doen of wat dan ook. Ja, ga je ook gewoon door. Hou je dan ook die anderhalve meter afstand? Nee. Want dat deden we nooit. Waarom moet het nu dan wel? Oké, okay, het is een beetje heftiger deze virus. Hè, maar, ja. Hallo, wat zijn we met me bezig? Ik vind dit echt niet nodig. Maar ja, maakt wel niet uit. Hé, hey, meisje. Hé, hey, eeuwinnetje. Ja. Ja, ik heb mijn elleboog gestoten. Maar ja. In ieder geval, we gaan gewoon vuilig door. Het boeit mij niet en met mij heel veel meer niet. Nee. Er zijn zoveel mensen die... Ze beginnen allemaal te balen van, moet het nou, moet het nou? Laten we het weer normaal doen. Maar ja, zoals de heer Rutte, die wil dus het nieuwe normaal erin voeren, dat we straks... ons leven lang anderhalve meter van elkaar moeten leven. Maar zo zitten wij Nederlanders niet in elkaar. Waar is het sociale contact dan? Die gaat eraf. Draadje los dan van binnen. Echt wel. Hé, hey, Ewen? Ja, hé, hey, Kandolf? Ja, zeg me jij, man. Ja, vind ik ook. Maar jij? Ja, groot gelijk hoor. Ja. Ja, hé. Hé. Groot gelijk, hè, kerel. Ja, mooi. Maar oké, lieve vrienden, ik moet opschieten, want ik moet Rijka uitlaten. Ik moet nog boodschappen doen en ik moet naar de kapper. Want het zit weer voor geen meter. Nee. En ik zou de contouren doen, maar ik heb de lak aan. Dus bekijken dat. Maar dan gaan we maar even verder aan het werk. Ik wil er toch even wat meer af hebben. Ja. Simpel. Maar oké, okay, ik zou zeggen geniet ze en van het prachtige mooie weer.
We horen elkaar later vandaag wel weer. Gisteren ben ik niet verder wezen vloggen, helemaal vergeten. Ik was te druk met andere dingen bezig. Mijn excuus daarvoor, dus ik plak de maandag lekker aan de zondag vast. Heia. Ja, dus niet getreurd, dat ene filmpje komt er wel op, maar gewoon bij de maandag. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, daar zijn we weer. Ik heb heel wat gedaan. Zoals jullie zien. Ben naar de kapper geweest. Aardig weer een heel eind eraf. Want het was ja, inderdaad veel te lang nog, van bovenop. Het zit nou ook veel beter. Ja. Denk dat ik het niet hoef bij te kleuren vanmorgen. Nee, niet nodig hè, nee. Want het is nog paars genoeg. Ja, en ik heb er ook geen tijd meer voor. Nee, ik wil ook even nog rustig aan kunnen doen. Want ja, ik ben back-off. Ben twee keer naar dezelfde winkel geweest, want ik ben in drie winkels geweest. Ik heb eerst Rijk uitgelaten, dat weten jullie. Toen ben ik naar de FOMAR, de DECA geweest. Thuisgekomen, opgeruimd. De dieren verzorgd, mezelf verzorgd. En ik had ook wel vergeten brood uit de vriezer te halen, dus ja, helaas, pindakaas. Kon niet eten, maar ik had ook koffie. Ik ben eerst met Rijkaard geweest, toen heb ik voor mezelf en de diertjes gezorgd. Toen had ik dus geen brood, maar wel koffie. Toen ben ik naar de DECA geweest, boodschappen gedaan, maar omdat mijn brood nog bevroren was. Want ik had het toen wel uitgehaald, maar ja, je gaat geen bevroren brood eten, dat doe je niet. Maar in ieder geval, toen heb ik een slaatje meegenomen. Dat heb ik lekker opgegeten. Ik denk, nou ja, dan neem ik dat maar. En, maar daar is mijn koffie altijd duurder die ik heb. Dus haal ik het bij de FOMAR. En ik moest dan naar de FOMAR toe. Dus ik ben naar de FOMAR geweest. Geen koffie, was leeg dat schap. Die koffie die ik heb. Nou, niet leuk. Toen ben ik naar de kapper geweest. Is nog steeds die pinautomaat van hun stuk. Dus ja, cash geld. Ja, had ik niet bij me nog. Dus nou haal ik dat toch. Ik zeg, dan ga ik even naar Albert Heijn, dat kan ik pinnen. Ik denk, weet je wat, ga ik daar ook gelijk naar binnen als ik daar naar binnen kan. Kijk ik of daar koffie is. Ook daar was mijn koffie niet. Dus ja, ik denk, ja, ik moet toch koffie hebben, weet je. Dus ik heb een andere pot merk koffie genomen. Wat nou ja, aardig aan de prijs is. Ik denk, nou ja, het zal toch moeten, toch? Wel een van de goedkoopste, maar toch. En ik denk, nou, ik ga toch weer naar de DECA. Ik moet dat weten. Nou, en daar hadden ze het nog wel, maar ja, ook hartstikke duur. Het duurde dan normaal de FOMA heeft. Ja, ik moet toch, ik wou toch twee potten koffie hebben. Ik denk, neem ik er hier ook een en dan jakker ik wel weer terug naar de kapper om daar te betalen. Dus dat heb ik allemaal gedaan. En ik heb het allemaal opgeruimd en nu ben ik eindelijk thuis. En omdat ik voor mijn keel, niet dat ik ziek ben of wat dan ook ben, maar omdat ik iedere keer naar buiten ga met Rijka. En je alle rare geurtjes inademt waar je eigenlijk op verniezen moet en hoesten moet of wat dan ook. Zoals barbecue kan ik al niet tegen. Dan krijg ik last van mijn longen, dan krijg ik het benauwd. Ga ik ook al hoesten? Nou, dat wil je niet. Had ik eerst bruine snoepjes. Heb ik nog. Maar, ik begon even goed alweer te hoesten. Toen zei Karin, mam, u moet die witte hebben. Nou, die heb ik nou. Ja, wit. Ja, het snoepje is wit, maar keelpastilles. Het is groen, het is menthol. Ja, eukamenthol. Nou ja, die heb ik nou in mijn mond. En ik moest net, inderdaad, door die menthol, dat prikkeltje ook weer. En moest ik even wel weer niezen. Nou ja, hup. Ja.
Maar oké, ik ben blij in ieder geval. Ik heb alles in huis, ik heb alles gedaan wat ik moest doen voor vandaag. Ruud die komt vanavond, die geeft van mij wel die zak grit even naar boven brengen, want ik kan dat niet meer aan. En ik ben blij dat ik de gordijnen van de slaapkamer dicht heb gelaten, want het is bloedheet. En zodra de zon aan de voorkant, aan de keukenkant weg is, dat die gezakt is, dan is het naar boven toe gordijnen open, ramen open. Ja, dat doen we gewoon, simpel. En nu, ja, en nu ga ik lekker even de computer aan doen. En ik heb daar wat lekker staan. Ik heb het niet, maar ik drink het wel. Corona bier. Lekker. Kijk, en ik heb... Het is momenteel vreselijk. Ik ben niet verkouden, niks, maar toch. Heel raar. Je moet wel hoesten, maar waardoor... Ja, je krijgt allemaal kriebeltjes in je keel van buitenaf ook. Wat dat dan gaat, dat is een ramp momenteel voor mij. Al de mensen die zitten te barbecuen, ik kan beter mijn deur dicht houden, bij wijze van. Maar dat doe je ook weer niet. En ik zit in mijn eigen huisje en ik mag hoesten en niet zo wanneer ik wil. En ik besmet jullie lekker niet. Want ik ben niet ziek. Nee, niet. Voel mijn kind lekker. Behalve pijn in mijn rug. Nou ja, gaat het wel weer over dat ik een oud kereltje ben en anders maar niet. Nee, ik ben ermee geboren en ik zal er ook mee doodgaan. Ja. Hé, Kandolf? Kandolfie? Die kerel? Oh ja, ik heb nog wat gezien. Ik weet niet of jullie het nog kennen herinneren. En sowieso de nieuwe volgers of niet. Of ze moeten teruggekeken hebben. Maar vorig jaar, Hek in het Centrum. Een duif aan het filmen geweest die op een nest zat. Op die letter I. Nou, ze zit er weer. Dus zodra ik kan, dan gaat de camera even mee. Misschien morgen als ik Adrie op ga halen. Even die filmen. Ja. Leuk, neem ik jullie mee om Adrie te halen. Ja, mijn zwagertje. Gezellig. Leuk. Doen we. Ja, is leuk. Die komt om 11:50 morgenmiddag aan. Dus voor die tijd ben ik daar al, want ik ga ruim op tijd weg. Want het is langs het gras met Rijka dat ze wat kan doen. En dan via de spoorstraat is het kortste. Ik ga niet helemaal doorlopen langs de gras, langs de en dan de Beatrixstraat pas op. Nee, dat doen we maar niet. Ik neem niet de hoofdstraat. Nee, doen we maar niet. Via de normale weg. Is korter. Ja. Hé, Rijka. Mijn meisje. Je is een grote meid. Je hebt lekker in je mandje liggen slapen, heb ik gezien. Ja, ik heb het gezien, ja. Je lag zo lekker te slapen. En Emily lag aan die kant van de bank te slapen. Zo lief. Ja, ik kan nog wat buiten, dus ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken. En ik ga mijn biertje lekker nuttigen. En ik ga lekker voor de computer hangen. Even weer proberen te renderen. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ze en we spreken elkaar straks wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei doei. Ja, zo lieve vrienden. Het is alweer reeds avond. Het is 18:46. Ruud die komt om 7:00. Op verjaardag ziet het terwijl ik morgen jarig ben, maar hij heeft zich weer om laten praten zodanig dat hij morgen niet kan. Je moet ook niet durven te zeggen, vind ik, want het stond al vast. Het is al een paar weken geleden vastgezet dat hij morgen zou komen op mijn verjaardag en dat hij ook zou blijven eten. Maar nee, dat, hij heeft zich door de woningbouw, die klusjes lui, die deuren, schuren, etc. weer omgepraat. Nou moet je luisteren, als ik op visite moet omdat er iemand jarig is of wat dan ook, zeg ik nee, van sorry, kan niet. We moeten een andere datum vastprikken, dat ik wel kan. Ja. Maar dat is Ruud, die weet dat niet, die kan dat niet. Hij moet het leren. Een leerpunt voor hem. Maar ja, ik zou pannenkoek eten, ben ik helemaal vergeten. Ik heb nou twee broodjes.
Rijker die zit achter de vliegen aan en ik heb de vliegen met me klaar leggen op de salontafel, want echt, ze zitten mij ook te pesten. Niet leuk meer, niet. Ewen die zit ook te zorgen terwijl die eten heeft. Ze hebben allemaal eten. Rijka eet nou niet eens. Die heeft geen zin momenteel. Maar komt ze zelf wel. Ze krijgt er gewoon geen lekkere hapjes vanavond. Ja, Henen? Nee. Het is buiten. Dat vliegje was buiten. Ja, ik zie er wel eentje binnen. Hé, meisje lief. Kom eens hier. Kom eens. Kom eens hier. 1, 2. Hoppata, zeg maar dag allemaal. Dag allemaal. Ja, dat is lekker, dat is voor vrouwtje. Wat is je, wat zie je, wat moet je, wat wil je? La 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 la. Je moet niet bijten. Nee, niet leuk. Moet niet bijten, doet de ouwie. Ja. Wat voor dikkie. Wat voor dikkie. Anders pak ik je oortje hoor. Dan is het niet man bij de hond, maar vrouw bij de hond. Ja. Lekker ding. Hè? Zo, maar in ieder geval. Ik, wat moet je nou? Ja, lekker hè. Maar je krijgt niet. Dit zal een beetje taal. Ja, dat is een fruitje. Ja. Boevenkoppie. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Ga ik ook doen. En als Ruud er is, ja, dan zal ik uiteraard nog een keertje vloggen. Maar ik ga nog eerst even lekker genieten van mijn broodje. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. We zijn gezellig hier al aan de tafel. Er ligt er eentje hier op de grond. Onze Bibi. Maar er zit er ook eentje naast. En dat is onze Ruud. Ja. Die is eventjes gezellig bij mij op visite voor mijn verjaardag. Want ja, jullie weten het. Morgen ben ik jarig. Hey, hey. Oei, ik moet nog flinkers ophangen. Okay. Kan je even helpen alsjeblieft? Ja. Mooi. Oh jee, het wordt donker. Zo, zomaar weer even. Ik zag hangen. Ja. Ja, maar dat wil ik morgenochtend zo wel doen. Dat is de Friese vlag. Ik moet hem wel vanavond opzoeken. Ik weet waar die is, maar hij ligt onderop. Maar oké, ik ga de Friese vlag ophangen. Omdat ik jarig ben, maar ik ben geen Fries. Nee, ik doe het voor mijn huid. Ja, simpel. En waarom doe ik het voor mijn huid? Nou, andere maand. Ook op een dinsdag, enkel de 21ste, had hij jarig kunnen zijn. En dan hang ik hem weer uit. Ja, ik doe dat in 2 keer per jaar. Mijn verjaardag, ook mijn hart ligt voor de helft in Friesland. Ja, ik ben een heldenaar, zo zal ik altijd blijven, maar toch ligt mijn hart voor de helft ook in Friesland. Dus ja, dan ga ik toch daarvoor ook de vlag ophangen. Ja, en dat mag is toegestaan. Hé, hey, meisje. Misschien pootjes, ja. Ja, daarom. Hé, hey, mijn meisje. Ja, geen pootjes op mijn witte broek. Nee, nee. Mwa, dankjewel. Nokkutje. Nokkutje. Mwa, dankjewel. Kun je toch lekker kusjes geven? Boh. He? Ja, nou. Njus is lief. En Bibi is lief. Jo. Helemaal lief. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Dat doen wij ook. En ik ga zo nog eventjes naar buiten toe, even wat laten zien aan Ruud. En dan gaan we er een gezellig avondje van maken. Ik weet niet of mijn koffie al te drinken is. Gaan we ook... Rietje. Je moet een rietje hebben. Rietje. Nee hoor, gewoon. Een rietje, een slabbetje. Een rietje en een slabbetje. Ja, ja, mijn hoela. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, Ruud is weer naar huis toe. Die is net de deur uit, maar hij is wel zo lief geweest om mij even te helpen. Met, ja, de slingers op te hangen. Hoe leuk. Ja, geweldig. Ook buiten hangt er een paar slingertjes, tenminste één slingertje en er zit lichtjes in. Ja, dus straks als het donker is, kan ik dat aandoen. En wie weet, kan ik jullie dat even laten zien. Ja. Ik ga zo meteen ook even de Friese vlag opzoeken en die leg ik klaar, want die wil ik morgen ophangen. Ja!
Dus het komt allemaal gezellig in orde. Ja, ja. En de ramen zijn hier wel smerig van Rijka de neus, maar daar hou je toch. Ja, ik kan er niks aan doen, het is nog eenmaal zo. Het moet ook weer nodig schoon, maar met de zon erop gaat het moeilijk. En komt vanzelf wel weer goed. Ja toch? Ja hoor. Ik maak me daar geen hoofdpijn van. Nee, want ik bedoel, het hangt me niet op mijn rug. Simpel. En bij iedereen is wel eens een raam smerig. En het moet eerst smerig worden voordat je het schoon kan maken. Ja toch? Maar ik vind dat niet erg. Ik bedoel, Rijka die zit daar dag in dag uit, zit ze daar af en toe eens een keer op de vensterbank naar buiten te kijken. Ja, dan krijg je allemaal natte neusjes van. Nou ja, de natte neusjes zo. Ja toch, hebben wij ook eens wat. Moet kunnen. Maar oké, lieve vrienden, ik laat het jullie straks nog zien als het donker genoeg is. Met die slinger die ik buiten heb hangen. En voor nu zeg ik tot straks dan maar. Doei! En hoe gezellig staat dit? Is toch leuk? Gekleurde vlaggetjes. Leuk toch? En dat is een ster. Daar al. Nog meer sterren te zien? Nee, zo niet. Maar die is wel te zien. Mooi gezicht. Nou, jullie het ook weer gezien. Welterusten en graag tot morgen. Doei, doei.